En zeg nou gewoon eens een keer dat in 99% gaat het goed. En op die 1% die straffen we gewoon ook nog op met dat wantrouwen, maar ga uit van het vertrouwen. En elke keer als een incident ergens plaatsvindt, maar incidenten vinden plaats, ook in landbouw en in alle andere sectoren, staat jouw knoop altijd het eerste, probleem is, omdat het eerst aan de spanband daarna gemeld dat er geen regelgeving moet komen. Kijk, het probleem is dat die incidenten... kan die één keer beantwoorden. Eerst is hier, anders dan wordt het een beetje... Het probleem is dat die incidenten bekend worden. En ja, incidenten... Wat ik heb gezien, dat is niet bekend geworden, maar ik zie dat, ja, ik met die veterinair praat, die wordt het kant toch niet. Ja, dat doe je dan, sportfles is morgen vroeg aan de kleding. Loopt de kar leeg van die handelaar en ja, doe dat maar eens regelen. Eentje redden we de laatste noodslachting, maar... De vraag was, kan het verbeterd worden? Zeg ik, ja, op dat punt, zeg maar tussen de stal en de handel en de slachthuis, dan kan wat verbeterd worden. Nou, dat vindt er eens. Ja, maar er is nog één probleem. Nog één probleem. De nieuwe noodslagweg. Waar ze in Veen afgevoerd naar de noodslag. Dan gaat in een speciaal wagentje. Ja. Wordt er een brand verzorgd geworden, dan krijgt bij de slachter de hulp van de kiloprijs vlees. Nou, dat is aan orde. En met name de beelden, waar Christian van Wilsen dan zo kwaad over waren, hebben wij naar gevraagd waar die foto's en die beelden en die filmpjes zijn gemaakt. Dat was namelijk niet in Nederland. Dat is toch gek om voor woorden? Ja, dat is